Hallo allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuw stripvlog. Het is nu echt herfst. Hebben jullie het weer gezien de afgelopen tijd? Regen en saai en toch wel zo'n beetje koud ook. En je merkt ook echt de blaadjes vallen van de bomen. En wat voor blaadjes? Het zijn hele zware blaadjes, moet ik eigenlijk wel zeggen. Ja, deze blaadjes zijn de afgelopen anderhalve week terechtgekomen in mijn brievenbus. Ja, jongens, dit is echt zwaar hoor. Dit is gewoon even gewicht heffen om deze stapel boeken vast te houden. Allemaal boeken die de komende tijd op dit kanaal besproken zullen gaan worden. Of getoond gaan laten worden, of op de een of andere manier. Ik ben nog steeds aan het nadenken over hoe ik dat ga aanpakken. Maar ik heb ook gezegd dat ik een aantal ander soort video's zou gaan maken. En sommige mensen dachten dat betekende dat ik ging stoppen met stripvlogs. Nee, voorlopig niet. Voorlopig vind ik het nog steeds leuk. Ik doe het nou inmiddels al 4,5 jaar. Met heel veel plezier. Maar ik vergeet soms dat ik ook nog wel eens even wat video's moet maken van een bepaald figuur die mij heel na aan het hart ligt. En dit is de eerste van die video's. Waar komt mijn stripliefde eigenlijk vandaan? De mensen die de nieuwste stripglossy gelezen hebben, die hebben daar misschien al een hintje van gezien. Want jawel, ik sta erin, als het ware. Niet helemaal zelf, maar er staat een hartstikke tof artikel in over mij. Met mijn favoriete dedies, oftewel dedicasses. Van mijn speciale robbedoesboek wat ik heb. En waar ik van allerlei tekenaars hoop daar een robbedoes in hun stijl van te krijgen. En daarin wordt aangegeven dat ik qua strips, zoals ik er nu mee bezig ben, eigenlijk pas 4,5 jaar mee bezig ben. Maar striplezen doe ik wel mijn hele leven. Vanaf kleins af aan ben ik altijd gek geweest op strips. Alleen wij kochten thuis eigenlijk nooit strips. Ik las ze meestal in de bibliotheek. De enige boeken die we eigenlijk wel een beetje kochten, dat waren Suske en Wiskus, Lucky Luke, Asterix en Obelix. Vooral ook bij mijn opa en oma, die hadden hele stapels met eppo's en die las ik. En op een gegeven moment kwam er zo'n punt dat ik het huis uitging. En ja, ik ging op kamers wonen en ja, toen was ik op mezelf. En ik had op een dag echt zo van, ik heb helemaal geen strips, want ik had niks meegenomen. Ik moet toch iets van stripboeken hebben. En dat was de allereerste keer in mijn leven dat ik naar een winkel toe ging om een strip te kopen. En dat was eigenlijk best wel heel bijzonder, want ja, ik had er helemaal geen verstand van. Dus wat ga ik kopen? Nou, ik ging toen naar de V&D. Die hadden we destijds nog. Ja, en het boek wat ik tegenkwam, dat was deze. En om de een of andere reden had ik zoiets van, oh, dat ziet er leuk uit. Het is nota bene een Lecturama-uitvoering. Ja. Ja, ik zag deze en ik bladerde hem even door. En ondanks het feit dat de stijl hierin echt totaal anders was dan dat ik gewend was van de Suske en Wiske, Lucky Luke en Asterix en Obelix, de standaard strips die iedereen leest, had ik toch wel zoiets van, wow, dit ziet er toch wel heel erg leuk uit. En ik had, om de een of andere reden had ik zoiets van, weet je wat, ik koop hem. Ik heb hem gekocht en ik ben teruggegaan naar huis. En ik ben hem gaan lezen. En toen ik het hele boek door had gelezen, er staan 3 albums in van Robbedoes en Kwamenoot. Toen had ik zoiets van, joh, dit is een toffe strip. Dit vind ik eigenlijk wel heel erg leuk. Hier wil ik eigenlijk wel meer van lezen. En toen ben ik nog weer naar een boekwinkel geweest. En ben ik weer gaan kijken naar strips. En heb ik andere albums van Robbedoes en Kwamenoot gevonden. En die ben ik ook gaan kopen. Ja, en dat is uitgegroeid in de loop der jaren, totdat ik nu eigenlijk bijna alle albums wel heb. De reguliere hoofdreeks, die heb ik helemaal. De Robbedoes Special reeks, van vrij recent, dus ja, natuurlijk heb ik die helemaal. De One-Shot reeks, daar mis ik een aantal delen van, omdat ik op een gegeven moment wat delen had waarvan ik zoiets had van, ja, nee, dat ligt me niet echt, dus die heb ik laten liggen. En de kleine Robbe, ik heb er heel veel gelezen, maar ja, het is een heel ander soort humor. Ik vind het niet helemaal Robbedoes. Dus die heb ik eigenlijk ook niet echt. Maar ja, dit boek is voor mij toch wel heel erg belangrijk geworden. Want dit heeft echt aan de basis gestaan van het überhaupt verzamelen van stripboeken. En het mooie vind ik ook even. Kijk, Franquin is niet
de bedenker van het figuurtje Robbedoes. Dat is Rob Velter geweest. Die heeft het in 1938 bedacht. Eigenlijk een beetje op verzoek van uitgeverij Dupuis. Uiteindelijk is dat via via bij Franquin terechtgekomen. En Franquin heeft Robbedoes toch uit laten groeien tot de held die wij kennen. En het tweede verhaal in dit boek, Een tovenaar in Rommelgem, is misschien wel een van de belangrijkste verhalen die hij gemaakt heeft naast Robbedoes en de erfgenamen. Omdat daarin een aantal iconische personages geïntroduceerd worden die ook in de rest van de geschiedenis van Robbedoes nog een rol zouden blijven spelen. En een tovenaar in Rommelgem, je voelt hem natuurlijk al aankomen, de graaf van Rommelgem wordt daar geïntroduceerd met zijn fascinatie voor paddenstoelen en alles wat hij daarmee kan doen. De burgemeester van het stadje Rommelgem wordt daarin geïntroduceerd. Een figuur wat ook heel wat albums nog een rol zal spelen, waar je altijd weer, ja, dat is altijd een heerlijk geweldig figuur, lekker enthousiast, altijd mopperen. Ja. Dat soort figuren, die zorgen ervoor dat je echt een prachtige wereld krijgt waarin Robbedoes en Kwabbenoot hun avonturen beleven. En ja, voor mij is het dus gewoon hier allemaal mee begonnen. En ja, ik kijk nog steeds met veel plezier terug naar die tijd. Ik kijk dit boek regelmatig en ik lees er regelmatig nog weer stukken eruit. Want dat is misschien nog wel het belangrijkste wat ik eigenlijk nog niet verteld heb, is de verhalen die hierin staan. Die eerste paar verhalen, die laten niet alleen zien hoe die wereld van Robbedoes ontstaan is, maar die laten ook heel goed zien wat voor personage Robbedoes zelf is. En dat, ik denk dat dat ook het belangrijkste is wat mij aansprak. Kijk, Kwabbenoot is natuurlijk een beetje de luidruchtige, de impulsieve. Maar Robbedoes, in het allereerste verhaal, ontpopt hij zich al meteen als een onverschrokken avonturier. Maar er zitten een aantal andere verhalen in die heel goed zijn karakter laten zien. Zijn goedheid, namelijk dat hij het goede in mensen zoekt. En zelfs als hij te maken krijgt met vervelende mensen, met schurken, hij probeert toch altijd het goede erin te zien. En met name even Robbedoes als bokser, dat hij het gevecht aangaat, hè, met de plaatselijke pestkop, Pinnekeshaar. En hoe dat helemaal verloopt, dat verhaal, dan zie je, hè, Pinnekeshaar speelt vals, Robbedoes niet, dat is een nobel iemand. En aan het eind van het verhaal, als Pinnekeshaar overduidelijk gewoon de boel bedrogen heeft en alles, dan nog reikt Robbedoes hem de hand en biedt hem aan om toch om te draaien en het goede te doen. En dat is een hele belangrijke karaktertrek van Robbedoes. En ik denk dat die karaktertrek hem zo'n bijzonder personage maakt. En ja, wat dat betreft een enorme held waar we tot op de dag van vandaag, hè, 81 jaar, genieten we al van de avonturen van Robbedoes. Ik hoop echt snel dat er weer nieuwe albums gaan komen. Want ja, ik heb vernomen dat de Robbedoes special reeks gestopt is door Charles en Mark. Helaas, dat vind ik echt heel jammer, want ik vond ze ontzettend leuke verhalen maken. Het is inmiddels ook al een paar jaar geleden dat we uit de reguliere Robbedoes reeks een album hebben gehad. Hoewel ik wel ergens gelezen heb dat daar ook alweer iets aan zit te komen. En daarnaast hebben we natuurlijk de one-shot reeks die nog wel door blijft lopen. Dat op dit moment eigenlijk een beetje de meest actieve Robbedoes reeks is. En daar zitten toch ook wel wat pareltjes in. Maar ja, voor mij blijft het begin, het allereerste wat ik van Robbedoes gelezen heb, toch het meest dierbaar. En dat wilde ik graag met jullie delen, dat jullie eindelijk eens weten en van mij horen hoe het nou zit met mijn liefde voor het personage Robbedoes. Nou, eigenlijk alle personages die in zijn wereld leven. Ik vind het fantastisch. Ik lees die verhalen graag. Ik herlees ze vrij regelmatig. Gewoon omdat ze zo goed zijn. Ja, dat is alles. Dus, nou ja, dat was de eerste van nog een aantal andere Robbedoes video's die gaan komen. Onder andere eentje van, jawel, je hebt het interview natuurlijk al gezien, je hebt het al gehoord, ik heb het boek. En ook deze ga ik bespreken. Dit is wel de Duitse versie, maar ik moet zeggen, ik heb hem vrij goed kunnen lezen. Dus ik ga die zeker ook met jullie delen. Goed, een lange video, maar ja, je weet het, als ik eenmaal over Robbedoes begin te praten, dan komt dat enthousiasme eruit. En ja, dat is de reden ook waarom ik deze video's maak. Zo voel ik me als ik strips lees en dat wil ik graag met jullie delen. En ik hoop dat jullie zelf ook genieten van strips en natuurlijk ook even van Robbedoes. En ik ben even benieuwd, hè. Ik heb mijn herinnering aan Robbedoes nu met jullie gedeeld. Maar
Wat is jullie herinnering aan Robbedoes? Of wat is jullie favoriete album van Robbedoes? Nou, laat het weten in de comments onder deze video. Ik ben heel erg benieuwd om te lezen welke verhalen jullie heel erg leuk vinden. Bedankt voor het kijken naar dit vlog en tot de volgende keer!